Jezus schaft het gebod niet af. En dus ook niet het vierde gebod. Integendeel, hij vervult het. En dat hij het vierde gebod vervult, betekent inderdaad dat het een andere invulling krijgt. Maar dat betekent niet, gemeente, dat het is afgeschaft en er niet meer toe doet. De Heer Jezus, en daar gaat het me nu om, heeft het Sabbatsgebod vervuld. Ja, wat houdt die vervulling dan in? Nou, gemeente, dat heeft alles te maken met het werk wat hij op aarde gedaan heeft. Dat heeft alles te maken met zijn lijden, sterven en opstanding. Door zijn lijden en sterven heeft Christus de ware rust aangebracht. Heeft hij de ware rust gerealiseerd. De rust van de verzoening en de rust van de vergeving. En de rust van het eeuwige leven voor al degenen die in hem geloven. De Heer Jezus is degene die zijn volk in de rust leidt. Zoals oud-testamentisch Jozua het volk in de rust leidde, is het nieuw-testamentisch Jezus, de meerdere Jozua, die zijn volk in de rust leidt. En dat is gebeurd, gemeente, op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. En daarom zien we dat er in het Nieuw Testament een verandering plaatsvindt van de Sabbat naar de zondag. Dat heeft dus alles te maken met wat er in dat laatste weekend gebeurd is in Jeruzalem. En u weet, op de zevende dag, de Sabbatdag, ligt Jezus in het graf. Bijzonder is dat, hè? Op de dag dat God rustte van zijn arbeid, rust ook Jezus in het graf van zijn arbeid. Maar u weet, dan wordt het zondag, Paaszondag. En wat er toen is gebeurd, gemeente, dat is zo fundamenteel, dat is zo beslissend, dat je gerust kunt zeggen, dat is het keerpunt, het kantelpunt van de geschiedenis. Want de Heer Jezus staat op uit de dood. En dat is een einde en dat is tegelijkertijd een nieuw begin. Het is het einde van de dood, het is het einde van de schuld, het is het einde van de oude schepping. En tegelijkertijd is het een nieuw begin, want Pasen is het begin van de nieuwe schepping. En die daggemeente die is zo fundamenteel, dat christenen in het Nieuw Testament die dag voortaan als het hoogtepunt van de week zien. En dat is heel belangrijk om te zien, gemeente, dat is niet iets wat de eerste christenen bedacht hebben. Dat is niet iets wat de vroege kerk verzonnen heeft. Nee, dat is heel nadrukkelijk iets waarin de Heer Jezus onszelf is voorgegaan.